een eerste keer hè, dat we dit houden. Beste Boeken Live, samenwerking tussen VBK-uitgevers Meulhof, Lano, Uniboek, Spectrum en WPG. Hier vertegenwoordigd door de Bezige Bij en de AW Bruna-uitgevers. We zijn tot nu toe heel tevreden. De eerste 8 optredens van auteurs zijn achter de rug. De zaal met een capaciteit van 250 man was steeds vol bezet. En terwijl die optredens aan de gang waren, was ook het Commercieel Plein open. Nou, jullie zien hier achter mij de lunch. Dat is heel geanimeerd en vol. Maar ook voor de lunch en ik neem ook aan na de lunch was er genoeg ruimte om na te denken met boekverkopers. Nieuwe vormen te bedenken van promotie. En ik ben zelf heel blij dat we de wallen van de concurrentie tussen de uitgevers hebben geslecht. En ook de boekhandels nu uitleggen door hier gezamenlijk te zijn. Onderneem met ons, bereik de lezer. Het is in ons belang dat jullie bestaan en dat jullie je functie kunnen en zo goed mogelijk kunnen vervullen. Deze beurs verschilt van andere beurzen dat het niet alleen over het aanbiedingsgesprek gaat, maar vooral de marketingondersteuning. Wat doet de uitgeverij en wat kan de boekhandel, hoe kan die daarop inspelen? Dus niet zozeer of het een heel mooi verhaal is of een goed boek of een mooie schrijver, maar vooral wat is de reuring eromheen? Komt het op televisie? Wat is de ondersteuning, het marketing, de POS-materialen? We hebben voor Bureau Sport tientallen opnames gemaakt met de meest uiteenlopende figuren. Het varieert echt van Risto Stoichkov tot Ronnie Brunswijk tot op zoek in Napels naar een schoen die ooit van Maradona was geweest. Maar er is heel veel gebeurd wat uiteindelijk de uitzending nooit gehaald heeft. En met die vraag is uiteindelijk uitgever Rijnlands toegekomen. Die zei van, kan dat niet in het boek? Ja, wat ik heel leuk vind is dat ik merk dat zoveel mensen gekomen zijn, meer dan eigenlijk verwacht. En dat het ook op een hele duidelijke, heldere manier allemaal gepresenteerd kan worden. Ik denk dat dit wel passend is. Een hele charmante manier om schrijvers en boekverkopers en mensen van uitgeverijen bij elkaar te brengen en op een zinnige manier eigenlijk de informatie uit te wisselen. Dus ja, ik ondersteun dit van harte.